Yo mensen, leuk dat jij kijkt naar een nieuwe Minecraft Skywars video hier op mijn kanaal Ekkie. En mensen, druk natuurlijk dan even op het like knopje als jij het nog niet hebt gedaan, dat zou heel erg vet zijn. En deel deze video natuurlijk met al jouw vrienden. En dat is natuurlijk massaal achtergelaten op de vorige video, Ekkie doe een keer weer Minecraft Skywars. En dat gaan we nu ook lekker zeker doen. Mensen, ik zie jullie in het eerste potje, dus let's go! Oké, mensen, wij zijn hier aangekomen hier in het eerste potje op deze mooie map Elven. En moet me gelijk denken aan de Efteling. Ik weet niet waar het aan moet liggen. Misschien aan de elfjes, wat in de naam van deze map voorkomt. Maar dat maakt helemaal niks uit. Ik moet gewoon gelijk denken aan de Fata Morgana in de Efteling. Dat is natuurlijk hartstikke awesome. Ik wil echt gewoon weer een keer naar de Efteling. Efteling is echt leuk om daarheen te gaan. Alleen, wat velen van jullie eigenlijk niet weten, ik ben niet echt iemand die van achtbanen houdt. Ik weet niet, ik ben niet iemand die snel in een achtbaan gaat die over de kop gaat. Ik kan er echt niet tegen. Dat is eigenlijk gewoon iets wat ik niet doe en wat ik eigenlijk niet wil doen. Oh my god, ik word hier gewoon keihard gewoon afgenokt. Kutzooi, ik zie jullie in potje nummer 2. Oké, mensen, nieuwe ronde, nieuwe kansen hier op dezelfde map, Elven. En natuurlijk ga ik natuurlijk weer verder inhaken op het verhaal. Want ja, Ekkie, jij bent niet iemand die in een achtbaan durft. Heeft dat een reden of zo? Ja, ik denk het eigenlijk wel. Ik ben een keer, toen ik redelijk klein was, ik denk dat ik 9 of zo was, 9, 10, ben ik op vakantie geweest naar Cochem. Dat is een plaatsje in Duitsland. En ik weet niet of velen van jullie dat wel kennen. Dat is een plaatsje in Duitsland en oh my god, die is gewoon misgesprongen. Oké, lekker dan. Maar dat is een plaatsje in Duitsland. En daar zat heel dichtbij een pretpark. En ik ging met mijn oom, waar ook eigenlijk een achtbaan in. En ik zag gewoon een achtbaan daar. En ik en mijn oom zeiden dus van, hey, kom, we laten daar wel ingaan. En we gingen daarin. Ik vond het eerst wel een keer te eng, want ik was echt bang dat het gewoon veel te snel ging. En ik kon er niet heel erg goed tegen. Toen al niet eigenlijk. Maar ja, dat maakt helemaal niks uit. Ik ben er toen, tenminste mijn oom ging er als eerste in en ik ging er daarna in. En mijn oom zei gelijk van, nee joh, hij gaat niet hard, hij gaat niet over de kop, helemaal niks aan de hand. En ik was toen heel erg, ja, licht, dun, mager, klein, noem het maar op. Niet of ik nu nog steeds heel dik ben of zo. Maar oké, dat is niet op in te haken. Maar ja, oké, dat is wel een beetje waar het op neerkwam. En natuurlijk moet je van die kettingen dicht doen, tenminste van die, je weet het wel, als je in een achtbaan zit, moet je van die, ja, hoe moet ik het zeggen, soort riemen om, maar dan van ijzer. Zo kan ik het misschien het beste omschrijven, denk ik. Maar ja, daar komt het een beetje op neer. Die dingen moest ik om, maar omdat ik zo dun en mager en klein was, gingen die dingen niet helemaal om mij heen. En wij gingen die achtbaan in en wij gingen rijden. En dat ding gaat echt fucked up snel, gewoon als je überhaupt zo'n ding, een achtbaan gaat ongeveer volgens mij tegen de 100 km per uur aan, als het niet minder is, volgens mij die wel. Maar dat maakt helemaal niks uit, dat is gewoon even een bijzaakje. Maar ja, dat kan helemaal niks boeien. Oké, Ekkie, dat boeit geen ene flikker. Maar oké, waar het op neerkwam, ik ging die achtbaan in. Ik dacht dat het eigenlijk niet heel snel ging. Ik dacht dat het niet over de kop ging. Ik dacht dat het gewoon helemaal prima was. En dat het gewoon een achtbaan was waar een friend en family in ging. Nou, niet dus. Ik ging daarin en ik was eigenlijk, voor mijn gevoel, viel ik er non-stop bijna uit. Ik heb geen één keer kunnen zitten omdat ik de hele tijd tegen die gordel aankwam. En ja, dat is gewoon heel apart en een kutgevoel geweest. En sindsdien ben ik nooit meer in een achtbaan geweest. En ik zie jullie gewoon lekker in potje nummer 2. En dan gaan we lekker weer verder met het verhaal. Dus let's go. Oké, mensen, we zijn hier aangekomen in het laatste potje. En ja, even op terugkomen op het verhaal. Ja, dat is eigenlijk gewoon wat er een beetje toen was gebeurd. En sindsdien ben ik niet meer echt in een achtbaan geweest of vind ik het niet fijn om in de achtbaan te gaan. En ja, ik denk dat jullie misschien dat wel kunnen snappen. Maar dat is eigenlijk gewoon een beetje de reden geweest. Ik vond het echt zo'n ontiegelijk kutgevoel. Dat ik eigenlijk een gevoel had dat ik er non-stop uit viel. En mensen, ik weet niet of jullie dat ook een keer ooit hebben gehad. Maar wat zijn jullie ervaringen met achtbanen? Laat het even hier in de comments achter. Ik ben heel erg benieuwd. Vind jij het misschien heel erg vet? Ik denk dat jullie het allemaal heel vet vinden. En dat ik eigenlijk als enige een pussy ben die niet echt in een achtbaan durft. Tuurlijk, ik durf in een achtbaan, maar niet die over de kop gaat. Eigenlijk daar komt het op neer. Dus ja, daar komt het eigenlijk een beetje op neer. En dat vind ik eigenlijk gewoon best wel kloten. Maar ja, het is niet dat ik het niet durf of zo. Maar ik vind het gewoon niet fijn. Laat ik het daarop houden. Ik ga, als ik het kan ontwijken, ga ik het ontwijken. En oh my god, meneer, ga eens even weg, joh. Holy shit, oké. Dit is echt heel erg kut. Ik speelde gewoon gelijk denk ik nog maar even een potje achteraan. Ja, ik speelde maar een potje
Oké, mensen, wij zijn aangekomen in het allerlaatste potje, dit keer wel. En weer op dezelfde map, maar het is gewoon een hele weerde ervaring voor mij geweest. In een achtbaan zitten en er gewoon een gevoel hebben dat je er bijna uitvalt. Ja, dat had ik toen echt. Maar ja, mensen, laat even hier in de comments achter jouw ervaringen met achtbanen. Natuurlijk vinden jullie het allemaal vet en ben ik als enige een pussy die het niet allemaal durfde. Ja, ik durf het allemaal wel, maar jullie snappen wat ik bedoel, denk ik. Ja. Oké, let's go. Heb ik eigenlijk blocks? Ja, ik heb blocks. Oeh, oh my god, joh. Wat ga je allemaal doen? Denk je dat je me kan beschietereren? Oh, oh ja, jij kan echt wel beschietereren, ik niet. Ik kan jou echt niet beschietereren, want ik ben echt best onnoek. Ja, ik ben heel erg noob. Ik ga geen arrows meer wasten aan hem. Oh, hier zit allebei power 1 op. Oké, dat is alleen maar mooi. Oké, als ik hier wegga, word ik vanaf genokt. Als ik naar die kant probeer te gaan, word ik vanaf genokt waarschijnlijk. Oké, laten we nu snel gaan. Oké, hij is nu weg. Go, go, go. Komen er mensen op me af of niet? Komen er... Oké, hij zit wel op mij te beschieten. Kom aan, oké, snipe. Oké, hij kan toch niet raak schieten. Hij kan echt niet raak schieten, joh. Oké, kom aan, kan ik hem killen? Yes, ik kan hem killen als het goed is. Mensen, dit hebben jullie allemaal niet gezien. Ik dacht dat ik hem kon killen. En eigenlijk moest ik hem ook wel killen. Maar dat maakt helemaal niks uit. Mensen, bedankt voor het kijken. Vond je dit verhaaltje en natuurlijk deze video vet? Druk dan even op het like knopje hier beneden. Zou vet zijn, dankjewel daarvoor. En mensen, bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie later.